Waarom noemen ze de paragraaf Nederland een land zonder echte stad? En ik wil met jullie kijken naar de volgende zaken. Dit zijn eigenlijk begrippen. Agglomeratie, stadsgewest, netwerkstad heeft alles te maken met aaneensluitingen van bebouwing. Stedelijke gebieden, de Randstad, horen natuurlijk ook weer bij elkaar. Vinex, wat is nou een Vinex-wijk? Verzorgingsgebied en de rijkwijde. Met name die laatste twee zullen misschien lastig zijn. Omdat je daar heel erg goed moet gaan kijken naar... wanneer we nou eigenlijk spreken over voorzieningen en wat de afstand van voorzieningen is tot jouw woonplek. Eerst maar eens kijken naar het begrip agglomeratie. Nou, als je het hebt over een agglomeratie, kijk je eigenlijk naar meerdere dorpen en steden die dicht bij elkaar liggen. Je ziet hier de stad Utrecht, maar daaromheen zie je heel veel andere dorpen en steden liggen. Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten, hier Zeist, Utrecht, de Uithof, Bunnik, Oduik, Driebergen, de Bilthoven, Maarsen. En samen vormen zij één agglomeratie. Dus als je spreekt over een agglomeratie, dan kijk je dus eigenlijk naar niets anders dan stedelijk gebied met aan elkaar gegroeide steden en dorpen. Nou zegt men vaak van ja, de mensen in zo'n gebied die gedragen zich alsof ze in één stad wonen. Nou, daar ben ik het zelf niet helemaal mee eens. Want als je naar specifiek dit gebied kijkt... dan klopt het wel dat mensen die wonen in de omgeving Nieuwegein-IJsselstein zich aangetrokken voelen tot Utrecht. Maar dat is aan de oostkant helemaal niet het geval. Je ziet heel erg sterk dat mensen die wonen in deze dorpen, want dat zijn het, zeggen van nee, wij zijn echt losstaand. Wij willen ook niet samenwerken met Utrecht als het gaat om bijvoorbeeld de politiek. Eigen bestuur, eigen gemeente, eigen burgemeester enzovoorts. Maar wat ze wel doen... is gebruik maken van dezelfde voorzieningen. Wat zou dat zijn, voorzieningen? Heeft even jullie een idee? Ja, producten. Je moet het ietsje groter denken. Wat hoort er... Wat zei je? Dat zou een voorziening kunnen zijn. Maar wat hebben wij dagelijks nodig? Eten. En waar halen we dat? In de winkel. Supermarkten. Supermarkten zouden voorzieningen kunnen zijn. Maar we moeten het in dit geval nog grootschaliger doen. Denk aan ziekenhuizen. Dus het zou kunnen zijn dat zo'n agglomeratie gebruik maakt van één ziekenhuis. Nou, dat is in dit geval ook niet helemaal waar. Je hebt een Nieuwegein ziekenhuis, je hebt een Zeist ziekenhuis, je hebt in Utrecht meerdere ziekenhuizen. Dus dat betekent dat er meerdere voorzieningen zijn die hetzelfde doel hebben. Hetzelfde geldt voor zwembaden. Zwembaden is ook een belangrijke voorziening. En je ziet soms dat er één centrale stad is met alle voorzieningen. En dat er dorpen rondomheen liggen die dat allemaal niet hebben. Maar dat is hier ook niet zo. Dus je moet heel goed kijken naar van wat voor situatie heb je nou eigenlijk mee te maken. Toch maken ze wel gebruik van dezelfde voorzieningen. Want het komt natuurlijk regelmatig voor dat mensen vanuit Maars of vanuit Zeist naar Utrecht gaan om daar bijvoorbeeld naar kleding te gaan kijken. Ik bedoel, dat gebeurt hier ook. Ik bedoel, je in Lelystad heb je wel winkels, maar niet zoveel. Dus dan ga je bijvoorbeeld naar Almere of naar Amsterdam. Dat is ook omdat je dan dus gebruik maakt van de voorzieningen op een andere locatie. Nou, dat is agglomeratie. Stadsgewest ofwel netwerkstad, wat is dat dan? Nou, dan heb je weer te maken met een agglomeratie. Dus heb je weer te maken met zo'n aaneensluiting van dorpjes en steden. Maar in dat geval is er veel meer uitwisseling van ja, gegevens, van informatie... denk daarbij aan samenwerking voor belasting. Denk daarbij aan samenwerking op het gebied van de brandweer. In sommige gevallen misschien delen ze wel infrastructuur. Dat hoort daar dan bij. En je ziet het hier ook. Er is een kernstad, één centrale stad. En daar liggen de dorpjes omheen. En die werken heel erg veel samen op allerlei gebieden. En als je nou gaat kijken... naar een gebied waar dat heel specifiek plaatsvindt. Dat vind je heel erg hier in Zuid-Holland. Rondom Rotterdam. Je hebt daar meerdere aaneengegroeide gebieden. Schiedam, Rotterdam natuurlijk. Maar ook als je verder gaat kijken, Delft ligt er heel dichtbij. En die hebben heel duidelijk een uitwisseling van allerlei zaken die te maken hebben met de stad. Dus ziekenhuizen. Die hebben te maken met bibliotheken. Die hebben te maken met... horeca, musea, bioscopen. En dat past natuurlijk dan heel erg mooi bij het begrip netwerkstad. Want het netwerk, dat zorgt ervoor dat ze op allerlei vlakken kunnen samenwerken.
dit is een grapje. Ze hebben een tijdje geleden een keer een artikeltje geschreven. Netwerkstad Schiphol. Schiphol is natuurlijk voor Noord-Holland heel erg belangrijk. Dus toen hebben ze voor de grap gekeken van in hoeverre als we uit zouden gaan van Schiphol als stad, wat zou dat dan betekenen voor de omliggende gebieden? Ze hebben dus gekscherend gezegd, Amsterdam wordt Schiphol Noordoost, Haarlem werd Schiphol Weststeden. En zo zie je maar dat dat natuurlijk helemaal niet waar is, maar dat in sommige gevallen ze eigenlijk laten zien hoe belangrijk Schiphol is voor de regio. Ze zeggen ook in de tekst, ik zal het een klein stukje voorlezen, het architectuurcentrum Amsterdam, ARSAM, een nieuwe kaart van Schipholstad, netwerkstad par excellence. Door alles in de omgeving anders te benoemen, werpt de kaart een ander, wellicht realistischer licht, op de verhouding tussen de luchthaven en zijn omgeving. De aanwezigheid van Schiphol is bij uitstek een zaak die de hele omgeving aangaat. Dus moeten we met een regionaal verband ernaar kijken. Dan zie je dus hoe belangrijk de voorziening Schiphol, de luchthaven, is voor de omgeving. Denk aan werkgelegenheid, denk aan toerisme, denk aan inkomstenbronnen. Maar ook aan de andere kant, denk aan milieu, geluidsoverlast, allemaal van dat soort zaken. Ook dat hoort bij de netwerkstad, vandaar dit kleine artikeltje. Dan, stedelijke gebieden. Wat is stedelijk gebied? Nou, stedelijk gebied is niets anders dan een gebied met heel veel woonkernen. Woonkernen zijn natuurlijk niets anders dan steden en dorpen. En daar horen natuurlijk verbindingen bij. Daar heb je ze weer. Je ziet dat hier op dit kaartje. Je ziet verbindingen ten aanzien van horeca, leefbaarheid. We wonen samen op een bepaalde plaats. Ruimtegebruik. Je hebt groen. Je hebt pleinen. Je hebt plekken waar je kunt zitten. Je hebt parken. Verkeer. Heel belangrijk. Infrastructuur. Want zonder infrastructuur kun je natuurlijk zo'n stad niet bereiken. Enzovoort. Het hoort allemaal samen, maar daar ook staat energie bij. En dat is iets waar we de laatste tijd heel erg mee te maken hebben gekregen. Misschien hebben jullie wel meegekregen dat er gezegd wordt dat het energienet vol is. Er wordt te veel energie opgewekt met zonnepanelen en dergelijke, waardoor er geen energie teruggeleverd kan worden aan het net. En dat speelt met name een probleem in stedelijke gebieden, omdat we daar natuurlijk te maken hebben met heel veel vraag naar elektriciteit, maar ook wel teruglevering van energie. Ja, er is te veel energie. Dat zou mooi zijn, maar bijvoorbeeld de hoogspanningskabels kunnen de energie niet aan. En de omvormstations. Dat betekent eigenlijk dat je er te veel elektriciteit in stopt. En dan zou zo'n kabel kunnen doorbranden. En dat is natuurlijk niet goed. Daar word je niet vrolijk van. Maar dat gebeurt allemaal in stedelijke gebieden. Dus bij netwerken en infrastructuur kun je denken aan wegen. Maar je kunt ook al meteen denken aan infrastructuur van elektriciteit. En dat wordt steeds belangrijker. Denk aan alle elektrische auto's, warmtepompen en allerlei andere voorzieningen die huizen tegenwoordig hebben die op elektriciteit draaien. Dan de Randstad. Nou, die hebben we natuurlijk al een keer eerder gehad, maar ik heb hem er nog een keer in gezet. Je ziet heel mooi het stedelijk gebied. Wat zou een ander woord kunnen zijn voor wat je hier ziet? Je hebt hier allemaal steden en dorpen bij elkaar. Stedelijk gebied, klopt. Ander woord? Ja, de agglomeratie, daar was ik naar op zoek. Weten jullie dat nog? Ik heb dat natuurlijk eerder benoemd, dat begrip polycentrische agglomeratie. In paragraaf 2, geloof ik. Wat betekent de polycentrisch ook alweer? Meerdere steden, ja? Ja, meerdere punten. Meerdere kernen, meerdere centra. Polycentrisch, meerdere centra. Ik zal hem nog een keertje tekenen. Misschien dat je het je dan herinnert. Dan moet ik dat niet doen met een watervaste stift. Denk heel even aan dit plaatje. Je hebt een kernstad. En er liggen meerdere centra. Platteland, nog een keer een kern. Rond, omheen. Dus steeds als je zo'n piekje ziet. Dat betekent dat we daar ergens een centrum moeten hebben. Nou ja, dat zie je hier natuurlijk heel mooi terug. Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam, Hilversum. Allemaal kernen. Polycentrisch. Meerdere centra in één stad. En je hebt hier natuurlijk alles bij elkaar liggen. En mensen vergeten dat wel eens. Maar je ziet wel dat die steden natuurlijk enorm aan elkaar vastgegroeid zijn. Nou, de Randstad is zo'n agglomeratie. Dan een nieuw begrip. Phoenix. Wat is Phoenix? Nou, dan moet je eigenlijk heel even een klein stukje context geven.
Het ministerie van ruimtelijke ordening, of in ieder geval waar ruimtelijke ordening onder valt, maakt nota's. Dat wil zeggen advies, onderzoeken, brieven, die zeggen wat er moet gebeuren ten aanzien van woningbouw in Nederland. Nou, zoals jullie weten hebben we een enorm tekort aan huizen in Nederland. En dat was al eerder zo. En in de jaren 90 van de vorige eeuw kwam er een extra nota uit op basis van de vierde nota. Die bestond al. De vierde nota met een extra uitbreiding werd dus vierde nota extra. Finex. En daarin stond dat bepaalde steden zich mochten gaan uitbreiden. En om een voorbeeld te geven, ik heb een kaartje gebruikt van Utrecht. Aan de westkant van Utrecht had je een paar dorpjes liggen. Je had bijvoorbeeld Vleuten, je had de Meren. En ze hebben ervoor gekozen om dus aan de westkant van de snelweg A2 een hele nieuwe woonwijk aan te leggen. Een Vinex-wijk. En je zou zo'n Vinex-wijk bijna kunnen zien als een compleet nieuwe stad. Met een centrum, met voorzieningen, maar vooral met heel veel woongebieden. Enorme hoeveelheden woongebied zijn erbij gekomen. En als je kijkt naar het formaat, dat je bijna even groot als de hele stad Utrecht. En dat is natuurlijk niet de enige plek. Vinex-wijken vind je op veel meer plaatsen. En daar hoort weer een begrip bij. Concentratiebeleid. Klinkt raar. Weet jullie wat concentratie betekent? Focus. Ja, focused. Maar als je het zou... Het op stedelijk gebied zou toepassen. Concentratie, wat zou er dan gebeuren? Een plek met heel veel inwoners. Vooral dicht bij elkaar. Dus wat ze willen, is zoveel mogelijk mensen concentreren op één plek. Vroeger, veel eerder, was er wat ze noemden spreidingsbeleid. En wilden ze juist voorkomen dat er te veel mensen in stedelijk gebied woonden. Nou, dat hebben ze met dit beleid hebben ze dat zeg maar afgeschaft. Mocht je ooit een keer een voorbeeld moeten geven van een Vinex-wijk, onthoud dan de naam Leidse Rijn. Want Leidse Rijn is die grote Vinex-wijk in Utrecht. In Lelystad hebben wij niet echt Vinex, maar je zou de Warande ook wel een klein beetje als een soort Vinex-wijk mogen beschouwen. Waarom? Omdat het ook een wijk is die eigenlijk best wel buiten de oude stad ligt. En waarin best wel heel hoog tempo heel veel nieuwbouw neer is gezet. Met ook weer voorzieningen. Er is ook een winkelcentrum en zo. Nou ja, winkelcentrum. Er zijn een paar winkels, laten we het maar zo zeggen. Maar niet zo heel veel. Komt misschien nog wel. Even ingezoomd, hier zie je het dus nog een keertje terug. Heel even voor het idee, we hebben het gehad over de opbouw van de stad. En daarvoor wil ik heel eventjes op dit kaartje tekenen. Kom maar. Als je het hebt over de oude binnenstad, vind je die hier. Dit is de oude binnenstad van Utrecht. Daaromheen heb je vervolgens 19e eeuwse wijken gekregen. Dan heb je jaren 30 nieuwbouw. Dan heb je de hoogbouw van na de Tweede Wereldoorlog. En dan krijg je Vinex. Vinex is het nieuwste. Dus je ziet eigenlijk die ontwikkeling van binnenuit naar buiten gaan. En als je in de paragraaf kijkt waar we in de opbouw van de stad hebben bekeken, zie je eigenlijk overeenkomst. En dit is natuurlijk organisch gegroeid en op een gegeven ogenblik, nou ja, dan krijg je dus zo'n situatie waarin je dus die ontwikkeling helemaal kunt terugzien. Vandaar dat ik ook in dit geval Utrecht neem als voorbeeld. Amersfoort had ik ook kunnen doen trouwens. Want daar zie je dat precies hetzelfde. Maar voor Lelystad geldt dat natuurlijk anders. Omdat dat niet een organisch gegroeide stad is. Maar een stad die gepland is. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Goed. Verzorgingsgebied en rijkwijde. Nou, wat is nou een verzorgingsgebied? Stel je voor, je hebt een winkel. En je probeert met jouw winkel bepaalde klanditie te trekken. Je wilt bepaalde mensen bedienen. Dan is jouw verzorgingsgebied het gebied waar die klanten vandaan kunnen komen. Dus stel je voor, jij maakt een winkel met producten die regionaal zijn. En nergens anders
in de provincie te koop zijn. Dat betekent dat jouw verzorgingsgebied heel groot is. Want jouw verzorgingsgebied beslaat het hele gebied waar potentieel klanten naar jouw winkel komen om dat product te kopen. Maar je moet er wel heel goed rekening mee houden van hoe ver wil iemand gaan voor dat product? Hoeveel kilometer wil iemand afleggen om naar jouw winkel te komen? Als je dat weet, als je weet van oké, ze zijn bereid 15 kilometer af te leggen om bij jouw winkel te komen, weet je ook de reikwijdte. Dat betekent dus dat de reikwijdte van jouw product tot aan de omgeving 15 kilometer is. Dus die assen die ik hier teken, zijn allemaal 15 kilometer. Dan is dit hele gebied je verzorgingsgebied. Dus dat betekent 30 kilometer. Bij 30 kilometer is je verzorgingsgebied. Met een reikwijdte vanaf je winkel van 15 kilometer. Dit geldt eigenlijk voor alle voorzieningen. En het hangt een beetje af van het type voorziening. Bijvoorbeeld ziekenhuizen hebben over het algemeen een veel groter verzorgingsgebied. Bijvoorbeeld in de provincie Zeeland is alleen in Goes nog een ziekenhuis. Dat betekent dat het verzorgingsgebied de hele provincie beslaat. Dan heb je natuurlijk veel meer verzorgingsgebied dan wanneer je bijvoorbeeld een winkel hebt in bepaalde spullen. Sportclubs, idem, die hebben vaak ook een groter verzorgingsgebied. Maar weer kleiner dan een ziekenhuis. Dus het hangt een beetje af. Een supermarkt heeft er daarentegen een veel kleiner verzorgingsgebied. In ieder geval over het algemeen. In Groningen is dat wat anders. Daar zie je steeds vaker dat ook daar het verzorgingsgebied enorm is toegenomen. Maar het hangt dus heel erg nauw samen met hoe ver iemand bereid is te reizen om bij de winkel te komen. En dat kun je op dit kaartje mooi zien. Je hebt hier de binnenstad, dan zie je dat een theater er relatief dichtbij ligt. Net als een winkel, een stadion. Maar hoe verder je ervan afgaat, dan zie je dat bijvoorbeeld het ziekenhuis er 5 kilometer ligt. En dat bepaalde woningen zelfs buiten het verzorgingsgebied liggen. Dat betekent dat de mensen die daar wonen veel verder moeten reizen om bij zo'n winkel te komen. Nou, tegenwoordig hebben we daar gelukkig bussen, auto's, treinen, elektrische fietsen enzovoorts allemaal voor. Maar vroeger was dat heel anders. En een klein zijstapje, zometeen na de uitleg, zal ik je een kaartje laten zien van de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is natuurlijk ook gepland. En die is helemaal gepland volgens het systeem van verzorgingsgebied en reikwijdte. Dus dat ga ik je zometeen eventjes laten zien. Ja. Ja, zeg maar, het is natuurlijk welke afstand wil je maximaal afleggen. Maar is dat dan in een bepaalde tijd? Want sommige mensen gaan één keer in het jaar naar Amsterdam. Ja. Maar die zijn dan niet bereid om elke week 15 kilometer te rijden. Precies. Dat is een hele goede opmerking. Van hoeveel tijd wil iemand eigenlijk besteden aan het afleggen? Ik heb hier gezegd 15 kilometer. Maar misschien moeten we daar niet 15 kilometer van maken, maar 15 minuten. Dat iemand maximaal een kwartier de tijd ervoor over heeft om dat te doen. Dus dat hangt ook weer een klein beetje af van de manier waarop je ernaar kijkt. Maar ik vind het wel een goede. Eigenlijk zou je dit beter in tijd kunnen weergeven. En is dat dan 15 minuten op de fiets of is dat 15 minuten met de auto? Daar kun je ook nog naar kijken. Dus dat zijn verschillende punten. Ik ga je zo meteen dat voorbeeld van de Noordoostpolder laten zien. En dat was op de fiets. Gingen ze uit van de fiets. Maar het ding is ook sterker. Exact. Mensen willen ze met zo min mogelijk moeite hun doel bereiken. Ja. En als blijkt dat ze te veel moeite moeten doen, gaan ze niet meer. Nee. En dat betekent dat jouw verzorgingsgebied dan dus kleiner is. Nee. Nou, dit kaartje, dat ik heb het nog even ingezoomd, kan je dat natuurlijk heel mooi terugzien. Je ziet het effect. Niet voor niks dat het ziekenhuis hier ook best wel dicht bij het centrum ligt. Dat betekent dat mensen van buitenaf naar het centrum komen. En eigenlijk zie je dan precies hetzelfde gebeuren. Maar ja, dit ziekenhuis biedt natuurlijk maar heel weinig. Dus dat betekent dat je, als er echt iets aan de hand is, veel verder weg moet gaan. Tot zover dit verhaal. Er zit heel veel overeenkomst tussen deze begrippen. En dat is lastig. Dus de tip die ik wil geven, kijk hier heel goed naar of je voorbeelden kunt geven. Dat maakt het makkelijker om het te onthouden. Dat heb ik nu ook geprobeerd. Hoe meer voorbeelden je kunt geven, hoe makkelijker het wordt.